wordt een heel verhalend album. Ik zit een beetje als een verzameling schilderijtjes eigenlijk. Bij ieder verhaaltje zijn eigen plaatje krijgt en zijn eigen sfeer krijgt. En ja, het is natuurlijk de kunst om daar een mooi geheel van te maken. Wat zijn we nou eigenlijk? Wat stellen we nou voor met elkaar? Waarom klopt dit? En waarom klopt dit? Wie zijn jullie? Wat is de lijn? De lijn is toch wel geworden dat we in de eigentijdse klank die we hebben gezocht met akoestische instrumenten hele duidelijke jaren 80 invloeden hebben. En ik denk dat de teksten, de inhoud, het verhaal, dat is wat ik drijf. Het lullige is dat heel veel muziek wordt in vakjes gedrukt. En op het moment dat je aan het werk gaat met zo'n band of met zo'n muziekstijl, dan merk je dat die vakjes eigenlijk helemaal niet meer kloppen. Dus dat je aan alle kanten uit die vakjes schiet. Want deze plaat ook, dit is je zou het cabaret kunnen noemen, je zou het popmuziek kunnen noemen. Nederlandstalige muziek. Maar het is eigenlijk een mengelmoes van alles. Als je echt goed gaat luisteren, dan hoor je allerlei invloeden overal vandaan komen. Dus ja, het is een heel mooi plaatje geworden, denk ik. Wat ik voor deze groep heb gedaan, was heel erg samen met de band. Dat je eindeloos in de repetitieruimte oefenen, fijn slijpen. Heel vaak ook optreden met nummers, zodat nummers echt hun uiteindelijke versie hebben bereikt en dan de studio in. Hier is dat een beetje anders gegaan. Hier waren er heel veel ideeën die voor mijn gevoel eigenlijk nog helemaal niet uitgewerkt waren voordat we de studio in gingen. Maar ja, dit zijn zulke goede muzikanten. Er ontstaat op het moment zelf iets en dat is dan de vorm van dat moment. En dat is ook het leuke van deze club. Het kan heel goed zijn dat die nummers over een week totaal anders klinken. Alleen, ja, we hebben ze bevroren op het moment dat de opnames zijn geweest. De dag begon als een gewone dag. De zon scheen, maar niet meer dan dat. Agenda als altijd, routine gebouw. Ontbijtje, de koffie al klaar. Wat vind jij het beste nummer van het album? Herma. Herma is het sterkste verhaal, omdat het los is van alle politieke sores die eromheen zaten, of een keuze voor of tegen. Voor maar de mensen die het niet kennen, dat is de Almeerse wethouder die door een verkeerd sms'je bericht naar een verslaggever, ja, Almeerse krant eigenlijk uit de raad werd gezet. Of uit ja, die zijn baan verloor op een manier die niet hoort, nog voor de ombudsman iets kon zeggen. Het ging alleen maar over respect en het verliezen van respect en wat er dan gebeurt als niemand de minste wil zijn. En zo heet het dat je ook. Niemand de minste wil zijn. Het kan altijd beter. En dat is een beetje een probleem wat ik heb. Dus ik heb altijd zo van, ja, oh, maar dat had iets anders gemoeten. Of dat had net iets anders gemoeten. Maar over 3 jaar is dat, dan ben ik dat kwijt. En dan als ik hem dan draai, denk ik van, oh ja, goed plaatje geworden. En ik denk dat bij deze ook gaat lukken. Dat ik dan over 1 jaar of 2 zeg van, nou, het is een mooi plaatje geworden. Ja.